evidente, vamos venir en la otra edición de Time Out. Ahora en Time Out vamos a hacer un gran honor de junto con nuestros amigos Austin Gibbs, que han venido con diferentes géneros, que tienen su organización, que está Hasen Camp, que está en Nijmegen, que está haciendo bastante tarea con el mundo del béisbol. Nosotros vamos a Time Out cortitos de aquí. Hola, bienvenido. Nos estamos conversando con Austin Gibbs and Company. Evidente, danke por estar con nosotros, junto con Austin Gibbs and Co. Austin, Montari. Montari, ¿cómo va a Aruba? Evidente, Austin, vos tenés una delegación, vos traes, presentanos a quién es la tuya. Ok, acá en las Netherlands, y la prof. Colette Van Dam, ella es nuestra voorzitter de la vereniging. Naast mij hier heb ik een coach. Meneer Avi Busby. Dag. En naast mij hier, George Steinbrenner. Patrick, hij is de manager van het team. En ik, de hoofdcoach. Ook de hoofdcoach. Maar tenen die bon resultaten op het doen, op het ultieme moment. Maar kun je bij oefenen Hollandees? Si, si, si. Please, maar dan komt het. Oké. Kijk, ik heb gehoord dat je goede resultaten hebt gehad laatst, Austin. We waren in een doubleheader playoff gespeeld 2 weken geleden of zoiets. We waren subkampioen geworden. Het was heel leuk, heel spannend wedstrijd. Ik moet zeggen, het was op en neer, op en neer. Maar ik ben tevreden met mijn jongens. Mag ik even de voorzitter hebben? Voorzitter dit geval. Ja. Ze moet een beetje meer. Ja, ja, goed. Nou zie ik goed uit. Wat is uw naam? Colette Van Dam. U bent de voorzitter van de Hasenkamp honkbalteam? Ja. Vertel ons, hoeveel kinderen hebben jullie? Hoeveel kinderen wij hebben? Ja. Nou, ik denk dat wij toch wel 80 kinderen hier hebben spelen. Wauw. Waar spelen jullie? Vanaf jaar 5 tot met 18, 19. Zeg maar, dat is de jeugd. En dan hebben we nog senioren, dus volwassenen. Oh, en Austin is jullie hoofdcoach? Austin is de coach bij de jeugd en ook bij ons eerste seniorenteam. Oh. Een belangrijke rol binnen de vereniging. Is jullie team de laatste jaren gegroeid? Het jeugdteam waar Austin dit jaar coach van is enorm gegroeid. Echt enorm. Heb ik ook tegen jou gezegd, hè? Ja, dankjewel voor dat. Heel erg gegroeid door de training van Austin. Ze zijn ook allemaal heel enthousiast over hem, heel blij met hoe hij het doet. En hij is heel enthousiast naar de kinderen toe. Dus, en ze hebben hele goede prestaties geleverd. Fantastisch. Echt heel goed gedaan. Ik wil even met Steinbrenner praten. Steinbrenner. Steinbrenner, oké. Zal Aaron Judge zijn 62e hole in slaan? Wat zegt u?
Zal Aaron Judge zijn 62 home run slaan? Ik verwacht het wel, maar ik hoop het eigenlijk niet. Waarom? Nou, ik zie liever Alonso dat doen. Hij is een Mets fan. Oké, begrepen. Vertel ons iets over uw team. Ja, ons team. Ik zat een beetje klem eigenlijk met de vooruitgang van spelers. En toen kwam ik meneer Kips tegen, samen met Avi. Die heb ik benaderd om mij te helpen om jeugd verder te laten groeien. Al een stukje pitchen, slaan en zo, het infield. En als je ziet welke stappen we dit seizoen hebben genomen met die jeugd, ja, dat is echt formidabel gewoon. Zijn jullie, in welke klasse zitten jullie nu? We spelen tweede klasse onder 15. Normaal gesproken is tweede klasse onder 15. Er zitten eigenlijk voornamelijk de spelers die het jaar erop doorgaan naar de junioren, de onder 18. En ja, hoe ze dit jaar hebben gepresteerd tegen de jongens, ze waren allemaal kop groter. Maar ja, we hebben ze eigenlijk wel bijna allemaal van het veld geslagen. Die andere vent is Busby, hè? Busby. Avi. Hoe heet die, Abby? Avi. Avi, hoe is je job daar? Hoe is je job daar in Hazenkamp? Hoe vind je daar? Job is fantastisch. Goede vereniging, goede bestuur en goede mensen om te werken. Dus het gaat heel erg goed. Wauw, fantastisch. Ik moet even naar een break gaan. Televident, ik los even time-out. Kortieke zit ik wel eens in mijn back, los die mas die. Ossis Gibbs and Company. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Nos kiar pa bossa ku abu ayuda cambia vida di hopi hindi. Bo ayuda crea sonrisa nang real y momento nang inolvidable. Abo ayuda a sostener el desarrollo continuo de nos deporte, con proyecto nan innovativo y progresivo para nos comunidad. Ta Abo ta esun ko ayuda motivarnos mucha nan, pa sigi, move y ejerce nan máximo potencial. Bo participación na huega nan di loto e lotería de Aruba, ta contribución garantiza na deporte di Aruba. Danki pa ayuda cambia vida. Loto e lotería de Aruba. Comes in packages. Televidente, dank je bekend om te kunnen zoals je ontdekt Ossis Gibbs and Company. Ossis, hoe is jouw team dit jaar? Wat is hun prestatie dit jaar? Vertel ons. Wel, voor mij, ze hebben het hartstikke goed gedaan. Het is net als of een Cinderella story. Toen Patrick bij mij kwam en vroeg mij om de jongens te helpen. Ze waren in de derde klas aan het spelen. En ik had ze voor 5 maanden, ongeveer Patrick, 5 maanden. Ik heb ze geprepareerd en ik zei aan Patrick, schrijf ze in tweede klas. Een klasje hoger. Patrick zei, ben je zeker? Ik zei, ja, doe maar. Ze zijn klaar. En we gingen in een toernooi in Hengelo.
En we waren kampioen geworden. Wow. 3 wedstrijden strikt. Zonder te verliezen. Tegen jongens groter dan mijn jongens. En ze hebben meer ervaring. Dus mijn jongens is voor de eerste keer in tweede klas. We hebben een kampioen geworden. Seizoen begon. We waren subkampioen geworden. En nu gaan we in een toernooi eind van de maand in Nino. Toch beter. Dat is een toernooi van alle klassen, die kampioen, bijna alle klassen die kampioen zijn en subkampioen gaan tegen elkaar spelen. En het is als een toernooi van kampioenen. Wauw, dus, wow, tremende, tremende. Dus ik ga proberen drie titles in één jaar te brengen voor Hazekamp. Ja, fantastisch. Coletta. En ik heb Coletta, een kampioen zijn die van de eerste klas. Coletta, zijn jullie van plan om een team in de Eredivisie te krijgen, in de hoogste rang daar in Nederland? In de hoogklasse in Nederland? Ja. Dat is een hele lastige vraag, want dat is alleen met de volwassen spelers. En we zitten al behoorlijk hoog met de volwassen spelers, maar ja, het zou natuurlijk wel hartstikke mooi zijn als het lukt. Maar we moeten ook kijken of dat in deze regio haalbaar is, want in Nederland zitten eigenlijk alle grote clubs met de hoofdklasse in het westen. En wij zitten er eigenlijk wel ver vandaan. Het zou natuurlijk wel fantastisch zijn als dat zou lukken ooit. Maar het is niet onmogelijk hoor. Honkballen. Het is niet... De meer je speelt, nee, de beter je wordt. Ja, dat weet ik inmiddels ook, ja. Ja. Dus nou dat jullie kampioen... Welke leeftijd zitten we te praten hier? Was het 12, 13, 15 jaar? Well, mijn jongens zijn van 11 tot 15, sorry. Ja. Van 11 tot 15. Okay. Deze kinderen, deze jongens, die in 2-3 jaar zijn ze 18, 19, 20. Moeten ze ergens anders gaan spelen of ben je er blijven? Nee, ja. Kijk, het is zo, als ze van aspiranten gaan, ze gaan naar junioren. Van junioren, je kunt gaan naar de derde klasse, heren 3. Dan, je kunt, als je goed bent, ga je naar heren 2, heren 1. En het is tot daar. We zijn aan het kijken alsof we hoger willen spelen. Hoger willen spelen wil zeggen, je moet een budget hebben om spelers te kopen. En dat is waar het probleem zal beginnen. Maar we hebben genoeg talentenspelers hier dat de job kan doen. Maar het is een long-term process. Zeker weten. We hebben 2 aspirantenteam. Aspirant 2 zal waarschijnlijk kampioen worden ook dit jaar. Wij zijn subkampioen, aspirant 1. Onze heren 2 zal waarschijnlijk ook kampioen worden. Dus we hebben 3 teams met een titel in onze organisatie. En ik ben heel hartstikke blij daarvoor. Wauw. Kijk, ik moet jullie wel iets vertellen. Jullie allemaal erin. Jullie hebben een zeer goede honkbalorganisatie. Resultaten die brengt met zich mee dat meer kinderen willen gaan spelen. En op een zeker moment zal jij met zoveel goede spelers zitten. Of je geeft ze weg, of je maakt plaats, je maakt ruimte voor hen in jullie eigen vereniging, in jullie eigen organisatie. Want ik zie jullie misschien in de komende 5 jaren in de top honkballen van Nederland spelen. Wauw, ik moet jullie bedanken, Ossis. Ik moet jullie bedanken voor jullie tijd. Voor jullie tijd. Om te laten weten hoe het hier gaat. Maar die vraag kan collega of Patrick beter vertellen. Dat zal de volgende keer wezen. Want nu moet ik sluiten. Ik moet wel sluiten. Ik bedank jullie van harte om in time-out te zitten. En in de nabije toekomst zullen we weer een programma organiseren. Dan gaan we specifiek praten over de organisaties die daarin in jullie in Hazekamp zitten. Televidente, wauw, voor die Hollande Hazekamp, onze amigo Ossis Gibbs en Company. Met allemaal bedankt, dames en heren. Het was verschrikkelijk mooi om jullie hier in ons programma te hebben. Thank you. Thank you very much.